Goedemorgen guys, ik ben vandaag wakker geworden. Gelijk gedoucht en Olaplex in mijn haar gedaan, want het was echt zwaar nodig. Mijn gezicht uitgebreid, gewoon gereinigd. Met nu een dadenballen zijn, het eet echt zo lekker. En dan gaan we richting het zwembad, dat is een beetje de planning. Oh, ik ben hier met de Nassima. Guys, wij hebben gezwommen, een beetje gezond. En gedoucht, klaargemaakt en we gaan nu richting Jumeirah Beach. Wij zitten nu op de Palm. Dat is best wel ver van alles eigenlijk. Van Jumeirah, van Dubai Mall. Het duurt allemaal best wel lang. Hè? Gewoon echt minimaal half uurtje voordat we er zijn. Ja. Vooral als het druk is op de weg. Dan kan je er echt een uur over doen. Maar wij gaan nu even richting Jumeirah. We gaan ons denk ik echt uitlachen als jullie weten waar wij naartoe gaan. Ga je het zeggen of gaan ze verrassen? Nee, wij gaan gewoon... ik ga het alvast zeggen. Wij gaan naar een kattencafé in Jumeirah Beach. We hebben het opgezocht of het hier bestaat. Tenminste onze eigen katten. We hebben gewoon een kattencafé hebben opgezocht. En dat was de enige in Dubai, dus daar gaan we nu naartoe. Je hebt daar echt een hele leuke boulevard en je hebt echt heel lekkere eettentjes. Ik zag zelfs een Irakees restaurant. Ja, dat is het. Ik heb vandaag een witte outfit, wit topje, wit rokje. Ik wil eigenlijk mijn normale slippers aan, maar ik hoor toch een klein hakje onder. Dat vind ik veel mooier onder een rok. Zo, ik neem deze tas mee van Prada. Pas bij de outfit van Nessie, maar hij is helemaal beige gekleed vandaag. Mondkapje, mobiel. Mijn vlogcamera gaat hier nog in en ik heb dus heel veel screen erin. Want als we naar die Irakese restaurant gaan, dan gaan we waarschijnlijk heel veel theetjes drinken. Nou guys, wij zijn aan het wachten op onze taxi. Tegenwoordig gaan taxis ook allemaal via een app hier. Weet wel ja. Dus dan moeten ze even voor ons bestellen. Tenminste de normale taxi, hè. Je hebt gewoon ook andere soorten taxis. Wij gaan naar de kattencafé. Kattencafé. Lekker gezellig. We zijn om dik een kat aan te knuffelen. Echt hè. En ze hebben daar ook koffie. Zo gezellig. Dat scheelt ook heel erg. Yeah. En dan gaan we in. En ik wil heel graag, tenminste wij willen heel graag vandaag nieuw parfum halen. Gewoon echt zo'n Arabische geur. Is het veel? Hij weet niet waar het is. Nog niet. Niemand gaat daarin waarschijnlijk. Maar jongens, wij zijn aangekomen. We zijn afgezet. En verdwaald. En er is geen kattencafé. Dus we zijn gewoon aan het lopen. Eén voordeel, het is echt best wel leuk hier. We zijn hier nog nooit geweest, deze wijk. Wij dachten dat het bij ons oude hotel zat. Het is echt een heel andere wijk. Het is een beetje oud. Ja, wat ouder. En je hebt heel veel Arabische restaurantjes, Turks. Dus ja, wij vinden het helemaal top hier. Even kijken. Nou guys, wij zijn aan het lopen op zoek naar het kattencafé. Denk al een kwartiertje of zo. We hebben een tank gevonden. We gaan even drinken scoren. Kijk, ze hebben hier allemaal lekkere drankjes. Altijd heb je rare dingen in het buitenland, hè? Echt, hè? Leuk. Ik ga dit halen. Double shot espresso. Ik heb een protein pancake. Met melk. En oh my god, ben je serieus? Ja, man. Ik ga helemaal stuk. Wat heb je allemaal? Toch even voor iets anders gekozen. Want ik dacht, ik ga even iets anders kiezen wat ze in Nederland niet hebben. En ik heb een dadelsmoothie gekozen. Zonder toegevoegde suikers. Ik ben echt heel benieuwd. Vet lekker. Nee. Oh, dit is echt heel lekker. Er zit melk in, denk ik. Denk het wel. Maar het is zo niet normaal lekker. Je kan ook zo'n proteïnepanning halen. Oh, echt lekker. Mm. Ik ben zo blij met mijn keuze. Ja, het staat... Het is letterlijk dadels, melk en banaan. Goeie. Oh, die wil ik wel proeven eigenlijk. We waren dus helemaal verkeerd. We zitten nu in de volgende taxi. Richting het restaurant. We hebben wel heel lang gewandeld. Zo. Lekker bewogen. 10.000 stappen gehaald, jongens. Zo, we zijn aangekomen. En wauw. Wat een geur, of niet, Nes? Je ruikt echt de kababi. Guys, we zijn er. Super hard hoor. Want, bij de masje op me. Nes is Arabisch aan het praten. Ik ga helemaal stuk. Ik ben zo goed Arabisch te praten. Linse soepje, jongens. Als voorgerechtjes olijven. Hummus. En... tabula. Nou, zo vind je het. Oh, ja. Ik is nog niet eens gekomen, maar het is wel lekker. Ik vind die brood. Hij vindt die brood echt helemaal normaal. Dit is mijn gerecht. Ik heb dus lam met rijst. La chocolat. En Nessie heeft dus mixed grill. We krijgen dit nooit op. Ik heb nooit zo'n grote boy gezien. Ik heb dus trouwens cozy besteld. Dat is dus lam met verschillende soorten rijst erin. Er zitten nog amandelen erop en je krijgt er dus zo'n sausje bij. Kijk wat hierin zit.
Oh nee, dit is fasulje. Hey. Niet een chai alsjeblieft. Wij hebben net gegeten. Yes. Het was echt zo. Die best. Zo lekker. Die best. En weet je ook echt hoe ik kan merken dat het gewoon goed Arabisch eten was? Het zit gewoon helemaal vol met Arabieren. Ja, het is totaal niet toeristisch. Het zijn allemaal Arabieren. Locals. En de service is ook top. Ja. Hele aardige mensen, super lief. Oh, ik heb me echt doodgelachen met de service. Jullie willen echt niet weten. Nessim probeerde een soort van Arab te praten. Maar in plaats van dat hij een Irakees kreeg die hem bediende, kreeg hij een Egyptenaar. Maar die hebben een heel ander accent. Ik heb me echt doodgelachen. Maar het is wel gelukt. Dat was wel grappig. Jongens, we hebben het gevonden. Ketcafé. Besef dat wij er vandaag gewoon langs hebben gereden. We zijn er gewoon langs gegaan en we hebben het totaal gemist. Oh, in de één keer. Oh my god. Kijk, deze wordt een kat, Mimi. Hallo. Familie, we kunnen hier gewoon zitten en chillen met de katten. Kijk die naast jou. Super. Hallo. Hallo. Hey guys. Er is een andere sfeer hier met de katten. Just drop it on the floor. Just drop it on the zijn hier een beetje anders dan in Bali. Een beetje agressief. Ik ging één keer zitten en ik werd gewoon gelijk gegrepen. Woe, ze vechten de hele tijd. Horen jullie dat? Ik weet niet, ze gaan niet goed samen ofzo. Zo lief. Nee, ik ben eigenlijk bang en ik wil hier weg. En ik hou wel van katten, maar dit is gewoon niet mijn ding. Sorry. Een heel slechte ervaring. Dus ik kon zo random op Nessim zitten. Hallo? Wat doet zij? Deze zit op een boekje. Die zijn vrienden geworden, denk ik. En deze twee vechten de hele tijd. Kijk, één keer. Kijk, deze. Dus ik heb een cappuccino besteld. Kijk hoe cool het is. Ondertussen zit deze nog steeds bij Nessie. Er zijn allemaal kinderen aangeschoven hier die helemaal wild opgaan met deze katten. Oh my god. Het gebeurt niet. Sorry jongens dat jullie niet zo heel erg veel van ons zien in deze vlog. Wat dan? Ja, heel een mondkapje. Oh, ja. We zijn in, hoe heet deze mall? Emirates Mall. Emirates Mall. En een leuk weetje is dat voordat Dubai Mall er was, was dit dus eigenlijk officieel de grootste mall van Dubai. Daar zijn wij nu. En hier kon je skiën, dat hebben we vroeger gedaan. Ja, eerst keer dat we naar Dubai zijn gekomen, hebben we hier geskiet. Tenminste, Nessie heeft wat gedaan, want ik stond gewoon daar beneden op hem te wachten. Ik zou even die eerste Dubai vlog terugkijken als ik die wil. Met pinguïns, weet je nog? Ja, toch, die met pinguïns. Dat is die vlog. We gingen op de foto met pinguïns, dat was zo leuk. Ik zit inmiddels weer in de taxi, zo ik zie er echt niet meer uit. We hebben echt een heel gezellige dag gehad vandaag. We zijn meer op pad geweest, we hebben trouwens parfums gehaald. Echt van die Dubai parfums, maar laat je die straks even zien. En ik heb dus dit gescoord in de supermarkt. Dat zijn die Hot Cheetos. En die blijken dus echt heel erg lekker te zijn. Dus ik ga deze proeven en ik laat jullie weten wat ik ervan vind. Ja, ga even lekker snacken in de auto. Genoeg tijd. Hey. Nou, het is vandaag 1 januari. En ik heb even bepaald dat dit gewoon mijn cheat day was in Dubai. Want ik heb het echt heel goed gedaan voor de rest. En Nessie eigenlijk ook. We eten echt heel gezond. Dus helemaal top. Wij zijn inmiddels op onze kamer. En zoals ik had verteld, hebben wij parfums gescoord. Ze zijn echt heel leuk ingepakt. Ze zien er echt heel goed uit. Dit is de parfum van Nessim. Yes. Kijk hoe cute. Ze zijn trouwens allemaal parfums met oud. En ik hou eigenlijk helemaal niet van oud. Want ik krijg er echt koppijn van. Maar deze waren heel lekker. Ze zijn een beetje medium qua sterkte. Niet te sterk en ook niet licht. Je moet het wel echt gewoon ruiken. En dit is mijn parfum. Het is zo lekker. Ik heb erop gespoten en ik ruik mezelf echt de hele tijd. Voor de rest hebben we in de supermarkt ook allemaal lekkere dingetjes gescoord. Ik laat je even zien. Zoals deze dadels met pure chocola. 85% en amandelen. Deze heb ik gescoord voor 80 cent. Wij hebben ook nog lekker zonnepitten gehaald. En ook deze versie van mij. Dat zijn echt die Arab zonnepitten. Ik heb even snel zo'n dagcreme gehaald met SPF.
Want ik heb wel een dagcreme mee, maar die is echt heel erg dik. En deze is gewoon lekker luchtig. Nessie wil even zijn parfum laten zien aan jullie. Oh ja. Oh ja. Yes. Oh, heel mooi. Mooi, hè? Oh, heel mooi. Oh, love it. Arab senses. Oh! Niet goed.